Ik ben Martijn van der Heuvel. Ik ben werkzaam op de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ik ben van achtergrond eigenlijk cognitief informaticus. En ik werk hier nu als onderzoeker op de afdeling psychiatrie. Het brein is, denk ik, voor mij super fascinerend. Het is een van de meest, denk ik, complexe en ingewikkelde systemen die we kennen in de natuur. En het daar onderzoek naar mogen doen is voor mij een voorrecht. De menselijke hersenen bestaan uit ongeveer tussen de 80 en de 100 miljard verschillende zenuwcellen. En al die zenuwcellen die zijn met elkaar verbonden. Elk zenuwcel heeft ongeveer zo'n 1000 tot 10.000 verbindingen. Nou, tel maar op, dat geeft natuurlijk een enorm massaal groot netwerk. En naar mijn mening is dat precies wat het brein is. Een complex, ingewikkeld, gewired netwerk. Nou, tot nu toe hebben we eigenlijk altijd de hersenen gezien als een, of werd vaak gezien als een set van losse onderdelen. Dit gebiedje doet dit, dit gebiedje doet dat. Maar waar wij nu juist naar kijken is dat naar de communicatie tussen die gebieden. Veel eigenschappen van de hersenen, emotie of intelligentie of bewustzijn, ja, dat zit niet op één plek. Maar dat moet dus juist zitten in de draadjes tussen die verschillende gebieden. En dat is waar we naar kijken. Wat we specifiek doen, of proberen te doen, is dat we een zo goed mogelijke gedetailleerde kaart willen maken van al die verbindingen in de menselijke hersenen. Een soort wegenkaart. En ja, zo'n volledige wegenkaart van al die connecties of al die verbindingen noemen we het connectoom. En nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat die wegenkaart eigenlijk heel efficiënt is. En recente ontdekking is dat we zien dat er bijvoorbeeld een soort randstadring is. Hè, van bepaalde gebieden die hebben eigenlijk veel meer verbindingen dan andere gebieden. Die vormen als het ware een beetje de Utrecht en de Amsterdam en de Rotterdam. En gezamenlijk vormen ze als het ware een soort, ja, een soort ring van waar heel veel verkeer in de hersenen overheen gaat. En wat we dus denken is dat ja, die ring, als daar een opstopping is in de hersenen, dat een grote gevolg kan hebben voor het totaal functioneren van de hersenen. Heel veel aandoeningen kunnen we niet heel specifiek lokaliseren op één gebied in de hersenen. Neem een ziekte als schizofrenie, zijn wel verschillende gebieden bij betrokken. Maar het zit wel behoorlijk verspreid over de hersenen. En juist die connecties die bieden een nieuwe mogelijkheid om te kijken of in die communicatie niet juist iets verstoord is. Nou, op korte termijn hopen we dat het meer inzicht geeft in de ziekte en dus ook misschien mogelijk inzicht geeft in hoe de ziekte kan ontstaan. En ja, op lange termijn hopen we dat dat juist een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van misschien nieuwe behandelplannen of zelfs misschien medicatie. Ik vind het echt super cool om het trofee van de wetenschap te winnen. Het is een hele eer. En ik besef heel goed dat het natuurlijk zeker niet alleen mijn werk is, maar juist het werk van het team. Wiskundigen, neurologen, psychiaters, gezamenlijk werken we aan deze wegenkaart en ook aan de aandoeningen. Dus ja, zo'n trofee geeft me echt nieuwe middelen om gewoon nog weer een tandje harder te gaan om nieuwe ontdekkingen te doen.